is de laatste twee weken te... Eigenlijk is het alles te druk geweest om te filmen. Ja. Zo, de tenten en de slaapzakjes. Alles in volle voorbereiding om te vertrekken morgen naar de haven. Wordt vandaag doorwerken zeker, of niet? Wat doe je, Willemsen? Wat zeg je? Mijn kistje aan het maken. Oh, je kistje aan het vullen. Kleding, je race overalls. Onderbroeken. Onderbroeken en een kussentje. Kijk. Gereedschap. Alles nieuw. Hey Ayan. Hey. Van wie kwam al dat mooie nieuwe gereedschap? Van Harmstools. Harmsen. Tool Special. Tool Special. Ja. Een hele doos vol, hè? Was er goed mee geholpen, ja. Ja. Die doos die zat er helemaal vol, die. Ja, die en dan nog een. En nog een paar kleinere dozen. Ja, alles werd op tijd geleverd. Alles op tijd. Zo wordt dat, hè? Krek zoals het hoort. Lucht voor de compressor. Helemaal schoon nog. Komt straks terug onder het vet en stof. Zo, goed. Dit moet allemaal nog ingepakt. Moet die olie ook allemaal mee, Ayan? Die olie moet je ook allemaal mee. Van Valvoline. Ja, voor Valvoline wel, ja. Oh, je hebt mooie nummers op je kisten gemaakt. Een aangedreven witkijker. Hé, dat is mooi gedaan. 1, 2, 3. ABC, dat is van de vakken zeker, of niet? Ja. Gaat het allemaal passen? Weet nog niet, dat gaan we wel bekijken. Ik ben 2 weken vergeten te filmen door alle drukte, Harry. Hoe gaat het ondertussen met jou? Jawel. Het is bijna klaar, dus... Hè? Bijna weg. Bijna. Hallo. Johnny! Hoi. Hey, zit je weer in de avondploeg? Ja. Hier moet nog het een en ander aan gebeuren. Nou, de Dodge die is zo goed als klaar. Hoe ver is hier nog één? Nou, bijna klaar. Bijna klaar? We zijn aan het inpakken. Een beetje. Inpakken. Ja, nog wel een beetje olie in zo. We zijn aan het, als je weet... De auto is verder klaar. Hak op schieten. Oké. Okay. Even jouw installatie laten we dat liggen. Maar ook nog een beetje olie vesten nog en de dingen daar kijken. En we dat inpakken. Hey Steve, gaat ie goed? Alles onder controle? Nee. Vertel. Voor de real life show. Het gaat lekker joh. Oh, gaat goed. Nu ineens wel. Een paar uurtjes doorhalen, Martin. Ja, ik denk het wel. En dan is hij helemaal naar wens. Dan is hij helemaal naar wens. Zo moeten we het hebben. Hoe is dat nou zo'n nachtje Harskamp Willemsen? Trainingskamp. Trainingskamp, ja. Morgen Gerard. Is het laatste beetje wat erin moet? Ja. Er zijn nog 5 Er moet nog keuze gemaakt worden. Er moet keuze gemaakt worden. Want niet alles kan mee. Niet alles. Maar moet hij met de keuring ook nog weer los? Nee, die hoeft er niet. Die hoeft niet meer los. Dus. Zet op. Klaar voor de grote reis. Die aggregaat, die deed het toch niet?
Ja, wel. Nee, dat zei ze tegen mij ook nog. Dat ze net even een motorolie erin gedaan. Toen was het vette loop eigenlijk. Valvoline motorolie. Ja. Er staat het hele park voor mij. Morgen. Lekker geslapen. Heerlijk. Hij echt slapen nog? Ja, wat denk jij dan? Nee, niet lang, een uurtje. 3 uurtjes. Hoe lang is dat? Dit is Jan Mulder, is onze trouwe supporter. Jan, heb je nog wat te vertellen voor de Real Life Show? Nog een maandje, dan mag je ook weer gaan, of niet? Hey Martin, ik zie je over op die truck Valvoline Next Gen. Wat houdt dat precies in? Ja, dat is gerecyclede olie van Valvoline. En dat zou zelfs in januari gaan promoten, 2012. Maar ze hebben toch gevraagd aan ons om of wij die olie op de truck willen zetten. En dus toepassen in de motor. En dat wij dus 1 januari het gaan promoten in Zuid-Amerika. Ah, super. En in Europa natuurlijk. Oké, okay. Maar dus het zit er ook al in, ja. Next Gen? Ja, vannacht is het erin gegaan. Super. Dus we hebben een lange nacht nog gehad om alles klaar te krijgen. Maar als laatste is de olie erin gegaan en wij rijden met een groene motor, laat maar zeggen. Ja. Next Gen! Dit is Evers, onze aggregaatmonteur. Oh god. Hij was kapot, hij ging niet mee, jawel. Hoe vol vind je die nu? Doet het weer. Er zat geen motorolie in. Zat er geen motorolie in? Nee. Dat lul je. Dat is echt waar. We hebben ermee gezaagd, we hebben er alles mee gedaan. Maar nee, Ajan. Huh? De zaagmachine eraan gaat. Ja, dat is de zaagmachine ook. Echt tot de laatste seconde inpakken. Ah ja. Ze zijn weg. Oh, hè, hè. En wat nu? Nu? Nou, eerst even bijkomen denk ik. Dan val je in een diep, dan val je in een diep gat. Beetje bijslapen. Dan val je in een diep gat waarschijnlijk. Van heel veel naar niks. Van een heel diep slaapgat eerst. Nou, ja. Ja jongens, en nu? Vallen we nou allemaal in een diep gat? Nou, ik hoop dat ik zo meteen een poosje in bed val. Nee, er zit er al iets in denk ik. Alles weg. We gaan zien hoe we er weer uitkomen. Zeggen wij? Ja. Oui, oui, Français. Si, si. Dat is Spaans. Wat ben je aan het doen? Ik ben de GPS aan het monteren. Oké. Hebben we alle stempeltjes al? Bijna. Alleen op de stem van de auto. Okay. Die gaan we ook krijgen zometeen. Zo vriend,
ik ga je verlaten. Ik wens je een behouden vaart. En ik zie je gauw in Buenos Aires. 5-10. Yo. 5:53. Truck van Martin, Ayan en Jeroen. Behouden vaart. Yo. Dodge. Onze cameraploeg. En Evers. Behouden vaart. Hey, je hebt nu weer ruimte om het volgende project neer te zetten. Ja, we gaan morgen even opruimen hier ook. En dan komt je beter uit, denk ik. Het ene die komt van de week de eerste cabines brengen. Dus ga meteen door. Tot nieuw terug, ja. Want, maar wat ga jij nou in december doen? Ja, werken en sporten. Sporten en werken. Ga je niet even lekker op vakantie nog? Nee. Je gaat meteen door met het 2013 project. Ja. Nou, we hebben het bedrijf goed op de rit, maar ik wil even de puntjes op de i zetten. De jongens hebben ook keihard gewerkt de afgelopen maanden. En, daar gaan we even aandacht aan besteden. En vervolgens Arjan, Erwin en Aart lopen hier. En ik verwacht de teamleden toch ook regelmatig hier s'avonds. Tenminste, ik zal zorgen dat er genoeg werk is. Maar aan het project voor 2012 te beginnen. Dus het gaat maar door. Gaat maar door, een verslaving waar je nooit meer vanaf komt.